De bezuinigingen hangen als een zwaard van Damocles boven het Stadsmuseum. Wat kunnen daarvan de gevolgen zijn? We hebben in gesprekken met de gemeente, maar ook in de pers en de media duidelijk gemaakt dat als deze bezuiniging doorgaat, dan gaat het museum dicht. Die bezuiniging overleven wij niet. We zijn een geregistreerd museum met allerlei plichten, maar vooral ook rechten. En zonder die bezuiniging kan het niet. U bent voorzitter van het bestuur. Wat heeft het bestuur tot nu toe aan stappen ondernomen? We hebben natuurlijk de raadsfracties bezocht. We hebben de raadsvergaderingen bezocht. We hebben een bezwaarschrift ingediend. En de bezwaarschriftencommissie, dat is een externe commissie, die maakt dus geen deel uit van het stadsbestuur, die was zeer kritisch op de gemeente. Met name ook de hoogte van de korting, 65% als enige instelling. Wij kunnen leven met 5 tot 10% korting, 15% korting, maar 65% is volledig uit den boze. Welke mogelijkheden resten u nog? Ik denk dat in de gesprekken met de 4 fracties van de coalitie, dat is lokaal allemaal samen de VVD, CDA en de ChristenUnie, dat het mogelijk is, we hebben daar ook een gewillig oor gevonden, dat in ieder geval de bezuiniging niet in één keer wordt opgelegd. Dan praten we over bijvoorbeeld 10.000 volgend jaar en daarna. Maar dat is voor ons voorlopig ook maar uitstel van de sluiting. Want als uiteindelijk over 3 jaar er toch 50.000 wordt gekort, gaan we gewoon dicht. Wat zijn de consequenties van de sluiting? Nou ja, als we moeten sluiten, dan moet de collectie natuurlijk afgestoten worden. Ik denk dat je sowieso al minimaal een jaar bezig bent om het museum te ontmantelen. En dat gaat ook niet zomaar even, want een collectie afstoten, dan heb je een hele strikte procedure in Nederland. Dat noemen ze de LAMO-procedure. Dus eerst ga je kijken inderdaad, wat wil je bewaren? Hè? En daar komt dan toch een taak ook van de gemeente. Want ja, dat is erfgoed. Hè? We hebben stukken gekregen van bedrijven, van particulieren die tot het erfgoed van Almelo behoren. Dus dan zul je eerst met de gemeente moeten overleggen wat moeten we bewaren. Dan blijft er een stuk over, nou dan gaan de bruikleengevers krijgen natuurlijk hun objecten terug. En dan kijk je naar de rest. En dan krijg je die LAMO-procedure. Dat gaat dus een leidraad voor het afstoten van museale collecties. En dat is een hele strikte procedure. Dan moet je het eerst gaan aanbieden aan andere musea. Dat is ook weer een hele procedure. En dan pas daarna kan je gaan kijken of je het misschien buiten het museum aan andere partijen aanbiedt. Hoe zal de gemeenteraad volgende week, of in ieder geval donderdag 12 november, reageren op de bezuinigingen? Ja. Nou ja, ik hoop dat ze inderdaad in gaan zien dat als echt de totale bezuiniging gaan doorzetten, dat we het museum gaat sluiten. En daarmee toch het enige museum in Almelo verdwijnt. En daarmee Almelo de enige stad in Twente wordt die geen museum meer heeft. Het enige waar ze het steeds over hebben, we willen de juiste binnenstad attractiever, aantrekkelijker maken. Hè? Zowel Almelo als vestigingsstad, als voor bezoekers. Nou, dan moet je juist een mooi museum hebben in de stad. Ik zou eerder pleiten andersom, dat er een mooie cultuurnota komt. En dat we inderdaad met andere partijen gaan samenwerken. En dat we tot een wat groter museum zouden komen.